Yo, wat van je? Leuk te kijken naar een nieuwe aflevering van Geocacher hier op het Wensieval kanaal. Vandaag gaan we beginnen met een normale Geocacher, dus een Geocacher over de hele wereld. We gaan vandaag kijken waar zitten wij op de wereld. De vorige aflevering natuurlijk een aflevering van Amerika gedaan, waar we alleen zaten in Amerika. Die ging redelijk, ja, alleen door tijdsgebrek en aflevering hebben wij de laatste twee een beetje snel gedaan. Dat vond ik een beetje jammer, maar oké, hopelijk kunnen we dat vandaag niet doen. We gaan gewoon beginnen met een normale single player. En er wordt iets gedropt hier ergens op de wereld. Oké, dit ziet er niet goed uit. Oké. Dit is dus blijkbaar een weg. Ja. Waar zou het goed vinden om zo'n bot boven te zetten? Der Ro. En dat is Spaans. Oké, we kunnen dus blijkbaar helemaal niet deze kant op. Nee. Dus. We zien gewoon onze auto. Houdt hij nou dat ding van de geocache uit het raam? Houdt hij de camera uit het raam? Hij houdt de camera gewoon uit het raam. Hij rijdt rond met de camera in de lucht. In zijn hand zo. Oké, yo, ik ga even foto's maken. Filmpjes maken van geocache. Of van Google Maps. Nee, nou, nee, voor mij staat het andere. What the fuck? Kijk, wat ben je aan het doen? Hij staat op een steen hier, helemaal in het midden met de camera. Bovenop zijn hand. Wat ben je aan het doen, jongen? Mag ik terug naar de weg, AUB? Ik wil hier op de weg staan, kan dat? Oké. Nee, ik kan blijkbaar niet deze kant op. Kijk, ik kan niet deze kant niet op. Kan ik maar deze kant op? Wacht hem dan in. Ik kan nergens heen. Ik kan nergens heen. Oh, goddammit. Ik kan nergens heen. Oh my god, dat meet er niet. Kijk, ik sta hier vast. Ik ben hier ergens op het midden van de wereld. En de helft van daar tot hier, dat stukje, is gefilmd door een idiote man met een camera in zijn arm. Oh my god, Liz. Oké, jongens. We gaan nu een gokje wagen. We zitten ergens op de wereld. We hebben gezien dat we ergens op de wereld zitten wat Spaanstalig is. Dus we zitten ergens in dit gebied van de wereld. Ik ga een gokje wagen en zeg dat wij in Mexico zitten. Want in Mexico zijn de mensen dom om dit te doen. Dus. Wauw. Jongens. We hebben het laagste puntenaantal ooit gehaald in Geocacher. 106 punten. We zaten hier. In the middle of nowhere. Waar niet eens een weg is. Oh, toch wel. Oh, jongens. Wat een geweldige stad is dit. Oké. We zijn hier gespand. Hier stond een potje, of daar stond een potje, daar stond een potje. En de weg van Google Maps die wij konden lopen, liep van daar tot daar. Of van daar tot daar, of van daar tot daar. Hoe moeten we dan godsnaam weten dat we precies daar zitten? Oké. Volgende ronde. Oh nee. Zuid-Afrika. We zitten ergens in Zuid-Afrika. Dat is goed. Nu weet ik ook gewoon echt waarom ik gewoon nooit en nooit de normale Geocacher meer speel. Omdat wij getropt worden in dit soort dingen. We zitten dus in Halfley of the Brook. Ergens in Zuid-Afrika. Oké, we gaan eens naar Zuid-Afrika. Wat een enorm groot land is. En we zitten dus in een plaatsje in de buurt van Waverley of the Brook. En we kunnen die vinden. Waverley of the Brook. Oké, vind het. Kom op. Middelburg. Middelburg. Waverley of the Brook. Zo.
Straks zitten we helemaal niet hier in Zuid-Afrika. Het staat alleen in Zuid-Afrika, ze vlaggen de busjes. Oh, als we niet in Zuid-Afrika zitten, dan word ik helemaal gek, jongens. Dan word ik echt helemaal gek. Upington. Nee. Waverly of the Brook. Waverly of the Brook. Ja, ik moet nog verder inzoomen. Waverly of the Brook. The Brook. Oké, we gaan een gokje wagen. Ik zeg dat we hier zitten. Oké. Niet slecht. Ik zie zelfs geen Waverly in de Brook staan. Alleen Amsterdam. Oké. Dit is wel redelijk. Nou, niet echt om heel blij mee te zijn. Nee, die ziet er Nederlands uit. Mijn eerste. En nu niet meer. Nee, dit ziet er niet Nederlands uit. We zitten ergens in het Tirolen gebied. Bergen. Mooie huisjes. Waar zitten wij? Wat is dit? Zo, voor een mooie halle elfies. Oké, we zitten in Frankrijk. I don't know, voor mij is het Frans. Oké, we zitten misschien echt in Frankrijk. Daar zitten we ergens in. Oh, is dat een verkeersbordje? Is dat een verkeersbordje? Of een taal? Ja. Wij zitten in Frankrijk. Een gebied in Frankrijk waar dit soort huisjes staan. We zitten in Frankrijk. In dit gebied van Frankrijk dus. Oké. Als we gewoon willen kunnen we de kortste aflevering van Tubecast ooit van mij maken. Want ik heb geen idee welk plaatsje we zitten in Frankrijk. Kan ik deze kant op? Goed zo. Wat staat hier op? Voor de la comité Villiers Lac Le Major. Ik ken goed in Frans, jongens. Nee, ik ben niet goed in Frans. Ik heb geen idee wat er staat. We zitten ergens in de Alpen, volgens mij. Ik zie heel hoge bergen om me heen. Ik zie bergen om me heen, die zijn hele hoge bergen. Ik zeg ongeveer dat wij hier zitten, bij Kap in de buurt. Oh, we zaten dus hier. We zaten in... Oh, dicht bij de grens met Zwitserland. Oké, niet slecht, niet zeggen we. Jongens, we gaan gewoon zo kort mogelijk aflevering maken. We gaan dus niet precies uitzoeken waar we zitten. We gaan ongeveer in de buurt zitten waar we zitten. En hopelijk krijgen we een hele goede gok. Dat we echt heel dicht in de buurt zitten. Dit is aardig dicht in de buurt. Maar het kan beter. Ja, dus... Jongens, ik vind Geocassen vind ik een geweldig spel. Ja, want ik vind het heel interessant om dingen van de wereld te zien en zo. Zoals dit. Maar... Als we moeten uitzoeken waar wij gedropt worden op een random plek in de wereld, ja, hoe moet ik dan weten, ja, dat waar we nu zitten, als wij op een zandweg zitten, in de bosjes, bij de bosjesmensen. Oké, jongens, oké, ik zie geen bosjesmensen, maar die hadden net zo goed hier kunnen staan. Oké, dit is waarom ik gewoon geen geocaster speel wereldwijd. Omdat dan krijgen we dus dit. Ik zie iemand in zo'n karretje. Oh my goodness. Oké, waar zitten wij? Eigenlijk heb ik helemaal niet de motivatie om nu uit te zoeken waar we zitten. Om een hele lange weg te zoeken en te kijken waar zitten wij. Om een vlag tegen te komen van een land of wat dan ook. Echt, ik krijg er nou helemaal geen enkele zin in. Ik heb ineens een goede weg in Azië zitten. In Azië, ja. Ik zeg dat wij hier in Indonesië zitten. En wij zaten in Thailand. Nou, had ik nooit kunnen weten dat we in Thailand zaten. Dus weer 1000 punten erbij. Laatste ronde. Oké, dit wordt een 10 minuten lang. Geocast aflevering, jongens. Zonnebloemen. Dat ziet er beter uit. En een Russische vlag. Dat ziet er ook heel goed uit. Hey, je lekt olie, jongen. Ja, lekt olie. We zitten ergens in Rusland. Zonnebloemen. Ik kan geen Russisch, dus we gaan heel mooi wagen dat wij hier in Rusland zitten. En, boom, aardig dichtbij dus. Oké. En 11.621 punten. Oh, dit is onze laagste Geocaster score ooit. Dit is onze slechtste Geocaster aflevering ooit.
En hij duurde op precies te zijn 10 minuten. Oké. Okay. Dus jongens, dit is het einde van deze Geocast aflevering. Hij ging heel goed. We hebben een hele nieuwe highscore van 11.621 punten. Ja, ja, ja. Dus, voor deze aflevering leuk. Laat een like achter. En of abonneer als je nieuw bent. En hopelijk zie ik jullie in de volgende aflevering van Geocast. Die hopelijk wat beter gaat dan deze aflevering.